de historische kring Almelo heeft deze poort gerealiseerd. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou, de aanleiding was dat we elders in Nederland zagen bij historische steden dat er stadspoorten waren en soms ook nog wel zijn. En als ze er waren en er niet meer zijn, worden ze vaak teruggebracht in het straatbeeld. En dat was het idee. En toen wisten we ook dat Almelo ook stadspoorten had gehad, 2 in de grote straat. En toen dachten we, ja, dan gaan we dat ook proberen te realiseren. Ja. Ja, we zijn als historische kring Stad van Almelo opdrachtgever van dit project. En we zijn samenwerking gaan zoeken met de gemeente Almelo vanaf dag 1. En die waren zeer enthousiast omdat het project ook bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van de historische binnenstad van Almelo. En zo zijn we begin 20 begonnen. En allereerst het maken van een schetsontwerp. Daar heeft u uiteindelijk het resultaat ook van gezien. Toen moesten we allerlei geld bij elkaar zien te brengen. En toen kwam het hele technische proces. En uiteindelijk hebben we eind 21 een go kunnen geven op basis van vergunningen, middelen om het project daadwerkelijk te realiseren. En dit is dan de eerste poort, de zuidelijke stadspoort, de Nijstadpoort. En de noordelijke poort, de S-poort, wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar opgeleverd. Ja. Ja. Nou kijk, de stadspoorten vroeger hadden een hele belangrijke functie in het kader van veiligheid voor burgers. Veel steden hadden natuurlijk niet alleen een stadspoort, maar hadden ook een ommuring, wallen. Dat heeft Almelo nooit gehad. Eigenlijk was de verdedigingslinie van Almelo water. Net als hier Schuttebeek en de Hagegracht daar voorbeelden van zijn. Dus eigenlijk waren het 2 poorten die elkaar aan de kop waren van zowel de Grote Straat Noord als de Grote Straat Zuid. Veel meer dan 1 straat was Almelo in de 16e eeuw niet. Men weet niet precies hoeveel mensen toen in Almelo hebben gewoond, maar meer dan 1000 zijn het waarschijnlijk niet geweest. Maar die moesten wel beschermd worden en bij zonsopgang gingen de poorten open en bij zonsondergang gingen de poorten dicht. En dat weten we ook uit documenten uit de 15e eeuw, dat er sprake was van poortwachters die het poortverkeer eigenlijk regelden. En dat is het verleden en nou ja, nu in het heden proberen we ze gewoon terug te brengen om ook te laten zien wat Almelo was, maar ook kan het een bijdrage hopelijk gaan leveren aan de kwaliteit van de binnenstad, dus ook voor bezoekers, voor bedrijven, voor de detailhandel, dat het toegevoegde waarde zal hebben. Ja, ik hoop dat wij allemaal dat mooie verhaal van die geschiedenis van Almelo door gaan vertellen met deze poort als aanleiding. En zodat dus de mooie verhalen over de historische Almelo ook bij onze jeugd verder gaan.